Lekker zonnetje hebben we erbij. Even hier mijn computer goed zetten, kan ik jullie lekker meelezen. Zo. Nou, even lekker een vroege live. Dan kunnen we daarna lekker allemaal het zonnetje in. Ik ga straks ook lekker even in de tuin rommelen. Jeroen is al bezig, dus ik zeg, nou, ik ga eerst even een filmpje doen. En dan kom ik ook. Ik zal hier even een beetje de zon weer in het licht doen, want anders is het misschien iets te overbelicht. Zo, ja. Ja, zo moet die lukken. Ik kan jullie reacties lezen. Oh, Angela met Noor gaat het goed hoor. De pijn is gelukkig weg. Nu ze lekker in de gips zit. Dus nu even 3 weekjes gips uitzingen. En dan is het hopelijk voorbij. Dan gaan ze natuurlijk nog even een foto maken. En ik ga ervan uit dat ze dan eigenlijk klaar is. Dat had haar arts eigenlijk wel verwacht. Nou, inderdaad. Wat Adrie zegt. Een zeer goede zonnige goede morgen. Van mij ook. Leuk dat jullie er weer bij zijn. We gaan vandaag even iets leuks maken. Deze week hebben we in de winkel de nieuwe collectie Another Love Story van Studio Lightbin gekregen. Het is echt weer een hele mooie nieuwe collectie. Leuk voor mensen die van vintage kaartjes houden. Ik vind echt de kleurtjes ook super mooi. Dus we gaan lekker aan de slag. Ik ga die weer combineren met de nieuwe collectie van Dutch Doobadoo. Ik zal eerst eventjes in vogelvlucht door het blok heen gaan. Er zit dus bij die nieuwe collectie zit een papierblok. 30,5, 30,5. En dat is best een heel leuk mixblok. Want er zit gewoon dubbelzijdig bedrukt designpapier in. Maar er zitten ook vellen met glitterpapier in. Er zitten vellum sheets in met mooie teksten erop. En er zit nog een stansvel in met uitdrukkertjes. En er zitten nog labelvellen in. Dus die ga ik jullie eerst eventjes laten zien. Dat blok is trouwens €14,99 als je hem loskoopt. Ja, Monica, dit zijn wel jouw kleuren. Hè? Kijk, dit zijn allemaal uitdrukkertjes. Super handig. Hoeven we lekker niet te knippen. Die ga ik straks ook gebruiken. Kijk, er zitten van die leuke vaasjes op. En dan allemaal losse bloemen en takjes. Dus dan kunnen we zelf een mooi boeket maken. Ik heb er natuurlijk al in het knippen en in het snijden geweest. Want ik heb al dingen voorbereid. Maar ik ga er even in vogelvlucht doorheen. Gewoon even om jullie de prints te laten zien. Dit is ook een mooie all-over print met bloemen. Ook al ingeknipt. Oh, jammer. Ik weet soms niet of ik de voor- of de achterkant wil kiezen. Dan hebben we deze kaartjes vellen. Dat zijn dus kaartjes op 15-15. Ook leuk als je een album wil maken. En er zitten kleine, een beetje Project Life formaat kaartjes zitten er ook in. Zijn ook altijd leuk als je bijvoorbeeld labels of zo wilt maken. Hier heb ik dus ook alweer ingeknipt. Nou, in de hoek heb je van die mooie prints. Nou, bij Corine Rijngoud had ik ook al hele mooie kaartjes gezien die allemaal al met dit papier gemaakt waren. Sowieso bij de andere meiden van Studio Light vind je vast ook nog wel wat leuke dingen. Kijk, dus ook een mooie met die roos. Dan zitten er hier 2 vellen met glitterpapier in. Ook prima papier, dat is een beetje dikker, dus dan kun je ook lekker uitstansen. Het voordeel van dit glitterpapier is, hij geeft niet af. Dus je hebt niet heel je huis onder de glitter zitten. Een mooie lila-achtige en een goudkleurige glitter. En deze vind ik ook heel mooi. Hier heb je dus sheets met vellum. Een beetje perkament sheets, transparante sheets. Met teksten en met bloemen. En dan heb je ook weer die kaartjes 15-15 in vellum. En dat was hem. Dan zijn we aan het einde. Dus dit blok gaan we er lekker bij gebruiken vandaag. Ik leg hem hier even opzij. Zodat we een beetje plek hebben. Nou, de Dutch Doobadoo collectie is ook donderdag bij ons binnengekomen. Tuurlijk heb ik ook weer nieuwe slimline mallen voor jullie gemaakt. Want die gaan als een tierenlier. Dus ik denk, daar gaan we weer eventjes in uitbreiden. Ik heb een nieuw modelletje gemaakt deze maand. Nee, beta deze keer is er alleen een 30,5 blok. Dus er is geen klein blokje bij deze keer. Het is alleen het grote blok. Een ander papier is er inderdaad niet bij. Dus alleen deze hebben we. Ik ga jullie even de nieuwe slimline van Dutch Doobadoo laten zien. Het is dus een slimline formaat in het midden. En dan heb ik er 2 flappen aangemaakt dat je hem dicht kunt maken straks. Ik ga daar met magneetjes ga ik dat sluiten. Kan ook zo, net wat je zelf leuk vindt. Dan zien we zo wel even hoe we hem sluiten. We gaan hem eerst eventjes bekleden. Dan moeten we dadelijk natuurlijk even goed nadenken hoe dat we de magneten moeten plakken voor de sluiting.
Ik ga eerst gewoon al even mijn papier distressen. Ik heb voor de binnenkant even wat rustigere printjes genomen. Ik heb dadelijk nog iets leuks, gewoon wat we hier aan de binnenkant in gaan plakken. Nog met wat extra flapjes. Hoeft natuurlijk niet, maar wij vinden het altijd wel leuk om met een dus-je-wat-doe-mal net even wat extra te doen. Dus dat gaan we ook doen. Nou, ik ga zo meteen even van mijn geloof af. En ik ga de randjes even beïnkten met een ander kleurtje. Jolanda, hoe krijg je die mooie rilrandjes? Ja, die rilrandjes dat doe ik altijd met een tool van Tonic. Ja, daar vroegen ze gisteren in de winkel ook weer om. Maar die is er dus niet meer. Die is niet meer leverbaar. Nou, die gescheurde randjes aan mijn papier, dat doe ik natuurlijk met mijn paperdistressor. Dat weten de meesten ook wel. Nou, ik lees jullie natuurlijk ook mee. Dus heb je wat te vragen, dan geef je gewoon even een gil. En dan probeer ik eventjes te kijken of ik het kan beantwoorden. Ik heb even voor jullie gekeken welk kleurtje Memento past bij het papierblok Another Love Story. En dat is by far de pistachio. Dus echt, die past er helemaal. Als gegoten past die erbij. Kijk, ik heb hem hier ook al gebruikt. Pistachio van Memento. Die Memento drops, die zijn maar 2 euro. Je kan bij ons natuurlijk ook het hele de doos met alle 36 kleurtjes kopen. Die heb ik zelf. Echt, Corrie zou zeggen basis, maar ja, dan heb je gewoon altijd het juiste kleurtje Memento als je dus een tekst wil stempelen. Ik doe daar in dit geval nu ook de randjes mee. Dat kan natuurlijk ook prima. Maar straks heb ik ook uit de collectie. Nee, dit is niet de Angie Mal. Karen, ik ga even het nummer voor je opzoeken. Even kleuren. Nee, dit is de Thai-card. Voor de dames die het graag willen weten, het nummer van deze Slimline Mal is 470.713.874. En als je even hier bovenaan mijn live kijkt naar de link, dan heb ik alle producten van deze live heb ik voor jullie weer op een rijtje gezet. En ik heb ook een card kit gemaakt. Een card kit, Another Love Story met een leuke korting. Dus daar zit het grote papierblok in. Van Another Love Story. Daar zit in de dus-je-wat-doe-mal natuurlijk. En een stempelset en een mallenset van Another Love Story die ik straks ga gebruiken. Dus die 4 producten heb ik voor jullie bij elkaar in een card kit gegooid. Nou, dan gaan we deze al even beplakken. Ja, die eentje, dat is inderdaad een andere mal, Karen. Die heb ik ook van de week al even in de Tikkie Live laten zien. Die heb ik trouwens hier ook al voorgesneden liggen met het papier Another Love Story. Dus die komt ook later deze week. Maar dit is de Thai card. Nou, ik heb gewoon als basis natuurlijk gewoon wit cardstock gebruikt. Altijd goed, vind ik wel mooi. Je kan ook kraft erbij gebruiken. Ik zou verder niet al te veel kleurtjes cardstock bij deze gebruiken. Ik denk dat ik wit wel toch het mooiste vind. Ik ga even denken. Ik moet hem sluiten. Dus dan moet ik aan de buitenkant ga ik dadelijk de magneetjes plakken. Dus deze kunnen we gewoon vastplakken. Ja, je kan zeker teksten stempelen met Memento. Gisteren waren er ook nog mensen in de winkel. Die vroegen ook met welke soort inkt kan ik nou het beste een tekst stempelen. Nou, dat is eigenlijk de Memento inkt. Versafijn kan natuurlijk ook. Maar nogmaals, als je voor jezelf gewoon die kleine drops aanschaft van Memento, dan heb je eigenlijk altijd alle kleurtjes, alle 36 kleurtjes inkt, heb je altijd een passende kleur die je wilt gebruiken om teksten te stempelen. Ja, wat Monica zegt, je kan hier natuurlijk ook prima een cadeau-envelop mee maken. Ik zal hem daar even draaien om dat te laten zien. Kijk, wat Monica zegt, als je hier natuurlijk gewoon links en rechts tekkie tussen doet, dan heb je ook gewoon een envelop die je kunt sluiten. Maar ik ga hem staand maken als slimline model. Nou, dit heb ik nu zo gedaan. Dan had ik nog even wat leuks gemaakt voor aan de binnenkant. Ik heb een stukje cardstock genomen van 16 cm hoog bij 14 cm breed. En die heb ik op het midden gerild. Dus op 7 cm heb ik een ril gemaakt. Dan ga ik hem dubbel vouwen. Die gaan we zo meteen hier inplakken. Dat vind ik wel leuk, want dan heb je wat extra flapjes.
Gaan we daar eerst maar even op stempelen, denk ik. Ja, dat is handig. Dus ik heb gewoon aan de binnenkant heb ik weer een mooie print genomen uit mijn papierblok Another Love Story. Randjes beinkt met de kleur pistachio. Dan loopt die print loopt zo door. Deze ga ik aan de achterkant zo meteen in mijn slimlijn plakken. En dan ga ik natuurlijk hier ga ik ook nog even een stukje designpapier opplakken. Dat heb ik weer uit hetzelfde printje genomen. Maar nu doe ik deze even zonder opdruk. Want hier gaan we zo meteen die standvormpjes op gebruiken uit het blok. Gaan we een leuk vaasje met bloemen gaan we even opbouwen. Ik zie hoe mooi die kleur pistachio is. Die past er echt perfect bij. Ik neem even dat stansvel erbij met die uitdrukkers. Waar ben je? Scheuren we hem even uit het blok. Want ik wil hieronderop dus straks een vaasje maken. Of vaasjes. En daarboven wil ik nog een tekst stempelen. Dus moet ik even kijken hoe het uit gaat komen. Kijk, vaasje. Vaasjes, meervoud. Dan heb je hier zo'n leuk groene tak. Kijk, heel handig dat je er allemaal gewoon uit kan drukken voor de dames die niet van knippen houden. Nou, kijk hoe leuk dat is. En dan heb ik hier nog een roos. Een roos. Kijk, zo bouwen we hem gewoon zelf eventjes op. Oh, even wachten, mijn reactie schiet hier weg. Ja, die bloemen zijn mooi in die set, hè? Zowel op de prints als op het uitdrukvel, moet ik zeggen. Wat hebben we nog meer voor leuks? Van mooie takken. Dit is ook nog wel een leuke misschien. Kijk, je kan hem natuurlijk zo gek maken als je zelf wil. Ik ga ze eventjes gewoon erachter plakken. En dan bol ik ze straks een beetje op. Misschien zetten we er straks nog wel iets anders leuks voor. Want er zit ook nog champagneglazen zitten erin. Er zitten sleutels. Ik zal hem zo nog even laten zien, dat stansvel. Ik kan dit even op het gemakje drogen. Die roos komt hierachter in het andere vaasje. Ja, Karen, anders eventjes straks terugkijken. Dat is die set met papier, dat is designpapier. Er zit een vel in met uitdrukplaatjes. Het is dus een blok op 30,5, 30,5. Er zit een vel in met vellum sheets, met teksten op vellum, op transparant. Er zit glitterpapier zit erin, dus hij is echt super compleet, dat blok weer van Studio Light. Hij kost €14,99. Kijk, zo vind ik het eigenlijk al wel genoeg. Misschien dat ik straks met andere losse elementjes nog wat ga doen. Oh, moet ik wel de tak wel rechter zetten, want dan steekt die buiten mijn kaart uit. Misschien kan dat ook wel. Even kijken. Hij moet wel binnen mijn slimlijn blijven, dat is het enige. En anders moeten we hem nog even verplaatsen. Nee, steekt iets te veel uit, dus mijn tak moet even wat rechter gezet worden. Daar had ik even niet aan gedacht. Zet ze hem hier een beetje achter. Ja, vellum is een soort perkamentpapier, dames. Het is een beetje transparant papier. Kijk, nu past hij er wel op. Ik laat hem even drogen, want ik ga hem straks met 3D-kit ga ik hem een beetje opbollen en dan pas erop brengen. Maar ik wil al wel even die tekst stempelen. Dus je kan zien, maak even een hulplijntje voor mezelf. Een beetje vanaf hierboven kan ik gaan stempelen.
Ik heb een hele mooie stempelset ook uit die set Another Love Story. Die heb ik ook in de cardkit gedaan. Met mooie Engelse teksten. Ja, het pergamentpapier is inderdaad een stuk dikker. Dat klopt, Monica. Kijk, deze zit er ook in. Ik zal hem even op de achtergrond houden. A rose to say you are sweet. Happy birthday, especially for you. We will get through this together. I just love you. You're always in my heart. You are my everything. Congratulations on your anniversary. Nou, allerlei gelegenheden dus. Pak even mijn Stamp Easy erbij. Ga ik even een mooie tekst erop stempelen. En die tekst ga ik natuurlijk ook stempelen met diezelfde kleur pistachio. A rose to say you are sweet. Dat is eigenlijk wel leuk, hè? De vellum zal ik later even op terugkomen, Corina. Dat doen we even apart een keer. Deze vind ik te breed, die tekst. Dat is niet zo mooi. Maar die tekst gaan we nog wel ergens anders in ons projectje even gebruiken. Ik wil een smallere tekst. Even kijken. We will get through this together. Dat is wel een mooie. Als je even iemand een hart onder de riem wil steken. Dus je legt hem erop. Even dichtklappen. Dan ga ik hem even beinkten met mijn kleur pistachio. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar als het goed is krijg je dan een hele mooie subtiele afdeling. Afdruk in dat lichte groen. Angela, ik heb altijd een papiertje op mijn stempelhulp liggen. Omdat ik anders makkelijk... Als je een keer, ik wil ook wel eens bijvoorbeeld op een randje stempelen. En zoals je hier ziet met script. En stempel je op een randje. Dan heb je dus heel snel, dan stempel je dus op je stempelhulp. En dat vind ik zonde. En omdat ik ook best wel vaak met stazon, met watervaste inktstempel, krijg je je stempelhulp niet meer schoon. Dus ik leg er altijd gewoon even een papiertje onder. Kijk, zie je het? We will get... Through this together. Samen komen we hier wel doorheen. Dus dan kunnen we deze al gaan plakken op de achterkant van ons losse kaartje wat we in de slimline mal gaan maken. De maat van mijn kaartje was 16 hoog bij 14 centimeter breed. En die heb ik gerild op 7 centimeter. Hier komt straks dit mooi overheen, zoals je ziet. Kijk hoe tof. Maar dat doe ik straks pas, want dat is met 3D-kit. En anders dan druk ik alles plat als ik de buitenkant van de kaart nog ga beplakken zometeen. Dus dat doen we even op het laatst. Nee, de Memento is niet op waterbasis, Mia. Kijk, dus dat kaartje wat ik heb gemaakt, die losse, die ga ik hier weer in het midden plakken. Hier nog even goed doorrillen. Kijk, hier komt straks dan die mooie afbeelding op. Dit gaan we ook nog wel een beetje verder aankleden straks met plaatjes. Ik ga hem straks zo even sluiten. Ja, zo ga ik hem sluiten. Vind ik het leukste. Nou, even denken voor mijn magneetjes. Die gaan we dus aan twee kanten eronder plakken, zodat die magnetisch wordt. Dat doe ik altijd even met een stukje tacky. Ik heb het wel weer verkeerd gedaan met de magneet. Ik zit daar altijd zo mee te vogelen. Nou, moet ik daar ook mijn designpapiertje even loshalen. Hier wil ik mijn magneetje onder. Plak ik een klein stukje tacky plak ik erop. En dan gaan we even zo meteen een magneetje erop plakken. Voordat we het designpapier eroverheen plakken. Ik pak er even een klein magneetje bij. Nou, ik denk dat we met z'n allen, of dat er heel veel van ons allemaal begonnen zijn met Pergamano, toch?
Bij mij is dat echt wel 100 jaar geleden, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar voor de meeste volgens mij wel. Het bestaat trouwens nog steeds, hè? Zo. Dan heb ik hier weer een stukje designpapier wat ik over mijn flapje ga plakken. Dan heb ik mijn magneetje dus ronder. Ook weer zo'n leuk printje uit die set. Zie je? Dus ik heb hier nou aan de bovenkant mijn magneetjes. Dan wil ik hem zo meteen, wil ik hem hier. Ik heb hier dus al mijn designpapier opgeplakt. Maar dat is niet zo heel erg. Dan gaan we daar wel weer een leuk elementje zo meteen overheen plakken. Kijk, wat je doet, je neemt nou het andere magneetje erbij. Die vindt zichzelf. Plak je daar weer een stukje tacky op. Mijn schermlaagje eraf van je tacky. Oh, is even goed aandrukken. We kunnen hem ook zo eerst even dicht drukken. Meestal zit hij dan beter vast. Kijk, zie je? Dan kan ik beter het beschermfolietje eraf halen. Die komt hier. Die magneten zijn echt super sterk. Kijk, zo vindt hij zich wel. Maar ik moet natuurlijk aan de linkerkant, moet ik hier nog even iets overheen plakken. Wil die magnetisch blijven. Dus dat doe ik zo meteen eventjes voor die sluiting. Dan kan ik hier al wel aan de voorkant kan ik mijn stukje designpapier op gaan plakken. Daar had ik ook een leuk printje voor uitgezocht. Kijk, ook weer zo'n mooie print met dat mooie veldboeket erop. Die doen we ook nog even inkten. Zo, ik ben hier de reacties weer even kwijt, dus die ga ik weer even aanzetten. Volgens mij ben ik nog steeds in de lucht, ja, maar alleen hier op mijn computer knalt hij eruit. Zet ik hem even terug, want anders kan ik jullie niet meelezen. Ja, daar zijn we weer. Dus aan de voorkant van mijn slimline boekje, of mijn slimline vouwkaart, net hoe ik het wil noemen, ga ik nu ook een stukje designpapier plakken. Zorgen dat die hier zo netjes op zit. Ja, die kleur, Monica, die is echt perfect erbij, hè, van die Memento. Kijk, dus deze komt straks zo. Hier maak ik nog even iets overheen straks met een ander designpapiertje dat mijn sluitingen doet. Dan kunnen we al wel even ons bloemetje hierop gaan zetten. Dan gaan we hem al even een beetje oppimpen. Deze bol ik gewoon even een beetje op. 3D-kit erachter. Ja, dat papier is echt top. En ook die uitdrukstandjes, dan heb je verder echt niet veel nodig. Zo, mijn vaasje. Kijk, zie je? Zorg wel dat je dus binnen je slimlijn mal blijft. Ik had hier trouwens ook nog een hartje even zomaar uitgestanst. Oh ja, die ga ik jullie ook even laten zien. Ja, ik kan hem ook aan de voorkant plaatsen, Kitty, maar dat ging niet. Want ik had aan twee kanten al het papier geplakt. Dus je kan het doen zoals je wil. Maar ik kan hem niet aan de voorkant plaatsen, want dan sloot hij niet meer. Want ook hier had ik al geplakt, maar dat snappen jullie zelf wel. Deze mallen set die ga ik ook erbij gebruiken. Dat is ook een hele toffe set. Een hele mooie basis set van Another Love Story. Er zit een hartje in. Er zitten dit mooie soort ticketvormige label zit erin.
Honingraadje zit erin, vind ik ook altijd leuk. Dit peperclipje is ook echt super schattig. Kijk dan. Die wou ik hier straks zo lekker gewoon zo bovenaan doen. Ik plak hem er gewoon op, want dat vind ik mooier. Als ik hem er aanklip, dan valt er een deel weg. Ik plak hem gewoon zo lekker over het randje heen. Kijk, die doe ik gewoon zo lekker hier. Net of dat die paperclip er overheen geschoven is. Honingraadje zit erin. Echt een hele mooie kleine. Ga ik ook even achter mijn bosje bloemen zo plakken. En, oh ja, dat hartje. Zo kwam ik erop. Dat hartje heeft ook een beetje zo'n gerafelde kant. Die zit ook in die mallet set. Die heb ik dan ook weer gewoon uit een stukje designpapier gestanst. Dus die ga ik ook hier weer achter plakken. Want dat is het printje wat op de voorkant dan weer terugkomt. Zo kunnen we een beetje een soort van clustertje maken. Als je de binnenkaart nu open doet. Nee, dat valt wel mee hoor. Als je, oh ja, dan moet ik wel een klein beetje hier binnen blijven op deze kant. Ja, heb je gelijk in. Dus daar moet je inderdaad een beetje mee spelen hoe je dat doet. Kijk, dat is het voordeel als je met kit werkt. Kun je hem gewoon nog schuiven. Dit hartje ga ik even achter mijn bloemenvaasje plakken. Zo maak ik een soort van clustertje. Nou, Ingrid, ik weet niet of je nog een bestelling hebt lopen. Als je iets hebt lopen, kun je ook altijd nog toevoegen. Kijk, hier komt mijn hartje. En dan ga ik daar nog een honingraadje achter doen. Ja, dit is wel echt een must-have, dames. Dit papier voor in je collectie. Dus kijk ook even naar de leuke cardkit die we erbij hebben gemaakt. Daar heb je ook een leuk voordeel. Kijk, zo heb je dus je binnenkaartje. Dit is ook een tof label. Dat is ook een label wat in die mallet set zit. Dus een dubbel label. Beetje in de vorm van een ticket. Daar ga ik denk ik ook nog even een mooie tekst zo meteen op stempelen. Waar is mijn blending tool? Die is hier naartoe gerold. Nee, die tak, daar gebeurt niks mee, Karen. Kijk, die kun je gewoon openklappen. Daar gebeurt verder niks mee. Oh, hij is nog niet droog dus. Ja, dit moet ik echt even goed laten drogen. Die tak die kan gewoon naar buiten klappen. Dus ik zet hem dadelijk nog even goed. Ik heb het allemaal met kit gedaan. Dus die plak ik dadelijk eventjes netjes dat die overal binnen de kaders blijft. Dit is ook nog een hele leuke, heel leuk labelstansje. Met twee stansen, dus in twee maatjes. Kijk, die kun je dus mooi zo op elkaar zetten. En dan zie je als je wit eronder doet, hoe mooi dat er is als je die kleur pistachio erbij gebruikt. Gaan we weer even een leuke tekst uitzoeken. Misschien kan ik nu die langere tekst wel. A rose to say you are sweet. Zal ik die hierop gebruiken? Ja, die past hier dus wel op. Pak ik even mijn stempelhulpje weer erbij. Nou, ik heb dus de randjes met dat pistachio gedaan. En dan ga ik ook de tekst even stempelen met die mooie kleur. Ik vind die echt super mooi erbij passen. Zorg dat je tekst mooi in het midden ligt. Voordat je dus je stempel gaat beinkten. Nou, dames, geen paniek. Ik maak straks even een filmpje van hoe het allemaal precies goed zit. Laat ik jullie zien dat hij gewoon dicht kan. Dus dat komt helemaal goed. Maar eerst moet die 3D-kit even drogen. Dus. Zo, hier komt deze mooie tekst op. A rose to say you are sweet. Die komt hier weer op. En dan denk ik dat ik dit leuke label straks aan de voorkant ga plakken van mijn kaartje. Zo. En dan is het denk ik zo nog wel leuk om ook met wat losse elementen uit dat stansvel weer te gaan werken. Misschien doe ik ook mijn honingraadje nog wel erbij. Kijk, dit is op zich ook wel leuk om zo een beetje eroverheen te laten vallen. Honingraadje, even kijken wat we nog aan leuke uitdrukkers hebben. Dan maken we hier ook weer zo'n soort mooi clustertje. Wat zit er allemaal nog voor leuks in? Er zitten ook hele mooie vlinders in. Kijk eens, er zijn ook uitdrukkers.
een beetje omvouwen. Dan plak ik die ook al op mijn label. Ja, die Collal 3D kit die is echt fijn. Dan kun je nog positioneren, kun je nog verplaatsen. Kijk, hier komt de vlinder zo op. Doe ik alleen even in het hartje van de vlinder natuurlijk een beetje lijm. Dan kan ik de vleugeltjes een beetje omhoog zetten. Hebben we nog iets leuks wat we achter dat label kunnen doen bij mijn honingraadje? Ja, ik denk dat ik daar toch een grotere vlinder voor neem. Dan kan ik hierboven het honingraadje plakken. Ja, die uitdrukkers zijn echt leuk, dames. Zo, die komt hier. Kijk, en ik heb hem uit wit gestanst, dus dan is dat mooi subtiel over dat lichtroze ondergrondje heen. Ja, ik gebruik eigenlijk bijna nooit tape, Beta. Ik doe eigenlijk alles met kit, omdat ik dat mooier vind als ik het op wil bollen. Nee, die vlinder is een beetje too much. Dat gaan we niet doen. Ik druk nog even iets anders uit mijn stansvel. Misschien zo'n leuk envelopje hier zo achter. Dat kan dan weer wel, zie je? Dus speel daar gewoon een beetje mee. En maak, zo gezegd, een beetje clusters. Ik ga er nog een takje achter doen, denk ik. Een takje met een mooi blaadje. Die druk ik ook nog even uit. Mogen 25 graden hoor ik hier op de radio. Nou, voor mij mag het. Kijk, deze komt straks zo. Zullen we er nog een... Dan kunnen we hier wel achter doen, een takje. Nou, die afbeeldingen in dat stansvel, die hebben ook allemaal zo'n mooie watercolor print, zoals je ziet. Mooi verfijnd zijn die. Dianne, je moet gewoon zorgen dat je kit niet uitdroogt. Wat ik zelf altijd doe, als je hem koopt in een tube, de Collal 3D kit, zit daar ook een spuitje bij. Dus daar kun je hem in doen. Bij het spuitje zit zelfs een dopje. Maar ik gebruik die eigenlijk nooit. En als je dan, als je hem weg gaat leggen, je spuitje kit zo'n klein beetje doordrukt, dat er dus een beetje kit uitkomt, dan wordt dat puntje wordt hard. Ga je hem weer pakken, dan trek je dat harde puntje eruit en dan kun je hem weer gebruiken. Zo doe ik dat eigenlijk al jaren. En dan gebeurt er eigenlijk verder niks mee. Ja, deze gaan we nou ook erop zetten. Komt hier nou zo mooi overheen. Kun je half eroverheen laten vallen. Kijk, en dan zie je, dan heeft hij verder eigenlijk al niet zo heel veel nodig. Hè? Moet je niet te veel poespas meer erbij doen. Als je die mooie stansen hebt die erbij horen bij Another Love Story. Ja, er zit inderdaad een dopje bij. Zijn de tubes ook los te koop? Nee, we hebben eigenlijk verder geen losse tube. Die extraatjes, ja, zo'n spuitje en zo, dat kost bijna niks. Dan krijg je er eigenlijk altijd gewoon gratis bij. Nou, ik ga hem zo nog heel eventjes ook met mijn kit en zo goed zetten. Nog een klein beetje spelen met versiering aan de binnenkant. Maak ik zo een leuk filmpje voor jullie. Dit wordt dus mijn voorkant van mijn slimlijnkaart. Ik zal zo even goede foto's maken als ik alles goed in elkaar gezet heb. Dus hier komen nog wat standjes en zo, denk ik. Misschien ook nog een leuke vlinder. Kijk of die vlinder hier nog leuk bij is. Nee, die is een beetje too much. Het moet ook weer niet te groot zijn. Dus ik ga hem eventjes lekker op mijn gemakkie afmaken. Maar we hebben dus voor jullie een leuke cardkit gemaakt. Met het blok Another Love Story. Met deze malle set Another Love Story. Met de mooie Engelse teksten die erbij horen. En met de slimline mal van Dutch Doobadoo. Als je boven eventjes kijkt in de link boven mijn live. Dan zie je de link naar alle gebruikte materialen.
Je kan natuurlijk ook de spulletjes gewoon loskopen. Als je dat fijner vindt en koop je de complete card kit, dan heb je natuurlijk een leuke korting. Dus ik ga mijn kaartje even afmaken. Ik wens jullie een mooie zonnige dag. En tot de volgende keer. Doei doei!